onze goede vriend, partner en vooral gewaardeerd muziekinstrument, is plusminus 20 minuten geleden van ons heen gegaan. Heen gegaan, weggegaan, op een brute deze uit of neergelegd. Eerlijk zou die dood en verderf. Laten we dan nu maar overgaan naar het ritueel. En ten slotte wil de Wierumenaar nog wat zeggen. Lieve partner. Sterkte. Lieve partner, voor jou heb ik een gedicht geschreven. Het gedicht gaat van A tot G. Net als jouw klank en jouw toon op de notenbalk. A staat voor altviool. Dat ben jij. De B staat voor beware of my altviool. De C staat voor check out my altviool. De D staat voor dude, where's my altviool? De E staat voor hey lul, geef mijn altviool. De F staat voor fuck off, dit is mijn altviool. En de G staat voor godverdomme, waar is mijn altviool? En zo ziet u mensen, zo komt altijd alles weer goed. Ivo Ali, denkt gij niet dat hij gelijk heeft? Zouden wij in deze moeilijke tijden ook geen vrienden kunnen worden? Ja, eigenlijk heb je daar wel een beetje gelijk in. Ik wilde ook nooit slecht worden. Ik heb nog nooit het licht gezien. Ik wilde gewoon drama lerares worden. Maar ja, daar kwam ook niks van. Dus ik pak het moment. André! Nee, doe het niet! Doe het niet, lieve Ellie! Oh, nee! Voordat ik het schoolballet aankondig, moet ik nog even van de regie zeggen dat er een knipperlicht is bij de dans. Dat wil zeggen dat mensen met epilepsie op moeten letten. Het schoolballet met Cheerhouse. Wow.